Leuk dat jullie weer kijken naar weer een nieuwe video op ons YouTube-kanaal. Mijn naam is Nick en ik ga jullie vandaag laten zien hoe je tegelijkertijd een stoploss en een verkooptarget kan instellen. Voordat we gaan beginnen met deze video wil ik jullie vragen om eventjes deze video te liken. Dat is een blijk van waardering voor ons en daardoor scoort de video wat hoger in YouTube. Vergeet ook niet te abonneren op ons YouTube-kanaal, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe video's die wij posten. Dan gaan we nu beginnen. De stoploss en een verkooptarget instellen, dat kan maar op één manier op Binance. En dat is door middel van de One Cancels the Other Order, oftewel de OCO order. Als je namelijk alleen een stoploss gebruikt door middel van de stoplimiet, zoals je hier rechts ook ziet, dan zul je zien dat op het moment dat jij de order geplaatst hebt, dat je niet meer in staat bent om ook nog een verkooptarget in te stellen. En dat is heel vervelend als je graag niet de hele dag achter de chart wil zitten, niet de hele dag naar je Binance chart wil blijven kijken. Dus dat je gewoon je orders kan inplannen. Hetzelfde geldt voor je verkooptarget. Dus als je een verkooptarget hebt ingesteld, kun je dus geen stoploss meer plaatsen. Nou ja, Binance heeft daar een jaar geleden ongeveer, hebben ze daar een nieuwe tool voor ontwikkeld. En dat is de One Cancels the Other Order. De naam zegt het eigenlijk al. Op het moment dat de ene order getriggerd wordt, wordt de andere order automatisch verwijderd. Dat betekent dus dat als jouw stoploss gehit wordt, wordt jouw verkooptarget verwijderd, oftewel gecanceld. En als jouw verkooptarget gehit wordt, wordt je stoploss verwijderd. Dan ga ik je nu eventjes laten zien hoe je daar komt. Als je hier naar stoplimiet gaat, of stoplimit in het Engels, dan zie je hier OCO order. Als je hierop klikt, krijg je een mooi overzichtje. Omdat zowel de verkooporder als de stoploss een verkooporder zijn, omdat ook bij een stoploss zit, verkoop je je coins omdat je er vanaf wil, moet je dus ook naar de verkoopkant gaan. Dus dat gaan we eventjes doen. Dan moet je hier ook eventjes OCO aanklikken. En dan zie je hier een mooi overzichtje van prijs, stop, limiet, bedrag en het totaal. Prijs is je verkooptarget, dus laten we eventjes een mooi voorbeeldje maken. Je wil vlak onder de resistance van de vorige high wil je een verkooptarget instellen. Laten we zeggen 0.645. Dan heb je natuurlijk ook nog je stoploss. En je stoploss is eigenlijk dit. En dit is een beetje hetzelfde als bij je stoplimiet. Dan plaats je je stoploss op de plek waar jij graag uit de trade wil zijn. Dus je hebt in een trade heb je altijd een invalidatielevel. Nou, stel de prijs die komt onder, laten we zeggen, 56,5. Dan vullen we dat dus ook hier in bij de stop. 0.56,5. Laten we dat doen. En dan heb je de limiet. En de limiet zet je altijd een klein stukje onder de stopprijs. Waarom is dat? Je hebt met spread te maken en dat betekent dat als een koers heel snel tegen je keert en heel hard dumpt in dit geval, dan kan het zijn dat je order niet gevuld wordt omdat hij net je order overslaat als je hem te strak onder de stop hebt staan. Dus wat ik altijd doe is in dit geval 0.565, dan maak ik ervan 0.555. Ik zou ook nooit op ronde getallen gaan zitten. Want met ronde getallen, ja, dat is iets psychologisch. Er zetten heel veel mensen hun orders op, ook omdat het lekker makkelijk is. Dus zorg altijd voor dat je net niet op die ronde getallen gaat zitten. Net iets eronder gaat zitten of erboven gaat zitten. Dat is ook wel belangrijk om rekening mee te houden. Maar zoals je hier ziet, ik heb er iets van ruimte tussen gelaten. Je kan ook zeggen van, weet je wat, ik doe er gewoon nog iets meer ruimte tussen. Want wat doet de limiet eigenlijk? Hij geeft aan waar je niet meer wil dat hij de order verkoopt. Als je hem dus heel strak zet en hij schiet daar voorbij voordat je order gevuld is, betekent dus ook dat jouw stoploss daarna niet meer afgaat. Maar zeker met een orderboek als Ripple, dat is best wel vol. Dus als jij dit instelt met 0535, hoef je echt niet bang te zijn dat hij pas op 0535 verkoopt. Dan zal hij hem waarschijnlijk op 0.564 of 0.563 verkopen. Dus heel kort onder je stoploss. Maar wel dus belangrijk om die afstand te bewaren. Anders loop je dus het risico dat je niet gevuld wordt.
Dan heb je hier nog het bedrag. Nou, dat is de Ripple die je wil verkopen. Nou, laten we in dit geval alle Ripple doen. Dus wat je hier dus ziet is dat je aan de bovenkant je verkooptarget hebt. Op dit verkooptarget verkoop je dus 197,897 Ripple. En hier zie je dus de stoploss. En ook met de stoploss worden alle Ripple die ik heb in dit geval worden eruit geknikkerd. Stel nou dat jij bijvoorbeeld 3 verkooptargets hebt. Wat je dan dus doet is, in dit geval 33% pak je dan. Omdat je 3 keer 33% van je orders wil verkopen. Dan zet je dus bij je eerste OCO order doe je 0,645. Dan heb je een tweede verkooptarget op, ik zeg maar wat, 80 cent. Dus 0,8. Dan hou je gewoon de stoplimiet precies hetzelfde. Alleen hier pas je dan de prijs aan naar 0,80. Ik denk dat we het voor het voorbeeldje ook best wel eventjes kunnen gaan doen. Dus dan gaan we hier, zoals hier een 5 was het, ja. Dan gaan we 33% verkopen. Kijk. Dan komen hier links onderin 2 orders te staan. Dat is de stoploss, de onderste. Staat er ook bij, stoploss limiet. En hierbovenin zie je limit maken. Dit is gewoon een verkooporder, dus de verkooptarget van jou. Oké, hebben we die staan. Dan gaan we nu door naar het tweede target. Wordt dan 0,8 zoals ik al zei. Stoploss blijft gewoon hetzelfde. Hè? Omdat we nu nog maar 2/3 van onze positie over hebben. Kun je dus ook zeggen van, ik doe nu 50% verkopen. Is 33% van het totaal. Hè? Omdat we natuurlijk al 33% hier onderin in positie hebben staan. Dus doen we dat. 0,8. Komt hier de order ook bij te staan. En we willen nog 1 prachtig target hebben op 0,99. Niet op ronde getallen gaan zitten. En doen we ook hier dus, in dit geval 100%, omdat we nog maar die 33% van de hele positie open hebben. Ook hier stoploss laten we gewoon staan. Maar je verkooptarget pas je aan naar jouw gewenste target. In dit geval 0,99. Verkopen. En dan heb je dus 3 verschillende OCO-orders staan. In totaal 6 orders. Dus 3 keer een stoploss op exact hetzelfde prijsgebied. En 3 verschillende verkooporders op de 3 verschillende targets die jij hebt bepaald. Betekent dus ook dat als jouw stoploss gehit wordt, knikken die ze er allemaal tegelijkertijd uit. Maar als een verkooptarget wordt gehit, de eerste, zal dus ook alleen de eerste, dus deze 2, dit zal verwijderd worden. Je verkooptarget wordt gehit, wordt gecanceld. Tenminste, je krijgt je funds binnen, je winst. En deze order wordt gewoon verwijderd, omdat die order is niet meer actief. Want je hebt die positie verder niet meer. En dan blijft dit gewoon openstaan. En dat gaat net zo lang door tot of de stoploss wordt gehit, of die orders eruit getikt worden. Zo werkt de one cancels the other order dus. Het is helemaal niet zo moeilijk, maar ik kan me best voorstellen als jij hier voor het eerst mee in aanraking komt, dat het eventjes wat lastiger is. Dus kijk gerust deze video een paar keer terug. Mocht er toch nog vragen zijn, stel ze gerust onder de video. Ook in onze Telegram channel helpen we je graag hiermee. Dus join dat eventjes via het linkje in de beschrijving. Vond je deze video leuk of leerzaam? Laat even een like achter, zo'n waardering voor ons. Abonneer eventjes op ons YouTube kanaal, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe video's. En dan zie ik jullie graag bij de volgende video weer terug.